Yo mensen, Jaras hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Try Hard 2 Commander aflevering hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag gaan we natuurlijk weer Ground War spelen, we krijgen de map Plaza en we krijgen eindelijk iets anders dan Team Deathmatch, namelijk Kill Confirmed. En wat het probleem is eigenlijk aan dit potje, is dat ik tegen een party van 5 of 4 man zit. En ik weet gewoon 100% zeker dat ze sowieso natuurlijk gaan samenwerken. En ik weet ook 100% zeker dat ze de Orbital Visit, et cetera, gaan proberen te halen. En het is nou helemaal Kill Confirmed, dus dat maakt alles natuurlijk iets makkelijker om te halen, doordat je gewoon de Doctex op kan pakken. Dus waar ik voor moet zorgen, waar mijn team voor moet zorgen, is dat ze geen Orbital krijgen. Krijgen ze een Orbital, zijn we automatisch fucked. Zo makkelijk is het om eigenlijk te onthouden. Daar was alweer bijna mijn UAV, maar dat ging niet door. Dat werd afgesloten. Dat werd afgepakt. Zitten er campers? Ja, natuurlijk jongens. Zitten jullie weer lekker daarboven of niet, man? Rot toch op, man. Zo doe je dat. Even afrekenen met die kut. Met z'n drieën ook gewoon, hè. Met z'n drieën. Er zit er niet één, er zit er niet twee, er zit er fucking drie. Kill the night. Hey, pak die doctex op, jongens. Dan heb ik hopelijk bijna een UA. Ah! Wat een timing was dat, jongen. Wat een timing was dat. Oké, die kant die moeten we even vermijden daar, oh. Want je ziet al dat ze daar... Kut camper, je ziet al dat ze daar de hele tijd lopen, man. Dus als ik die kant even kan vermijden, en ik pak even ook deze doctech op en ik kill die enemy die er nog staat. Oké, dan niet. Dan moet ik echt even ervoor zorgen. Lekker teammate, goed gedaan, jongen. Ik sta nu zelf ook te campen, hoor, dus ik mag niet zeiken, maar... Dan moet ik er natuurlijk even voor zorgen dat wij non-stop de UAV in de lucht hebben. Teammate heeft er nu één gehaald, dus dankjewel daarvoor, teammate. Maar nu moeten we natuurlijk de hele tijd non-stop er één in de lucht houden, want dan weet je waar de enemies lopen. En dan kan je natuurlijk ook de volgende streaks aan, namelijk de Orbital en het EMP-systeem. En dat hebben we ook nodig ook. Jongens, toch! Ik had door moeten lopen, man. Ik had er niet naartoe moeten gaan. Maar we staan wel voor. Kom erop. Die party die gaat eraan, man. Teammate. Niet meer blokken, maat. Holy shit, ouwe. Dankjewel, jongens. Want ik was scheef. Woe! Dat wil je niet weten. Even hier achter gaan headglitchen, want ze komen sowieso weer aanrennen. En we hebben geen UAV meer in de lucht hangen, dus... Kom maar, er zit er nog eentje. Iemand moet de rechterkant... Ik zei het, er zit er nog eentje. Ik wist dat er nog een zat, ik wist alleen niet waar hij naartoe was gelopen, maar dat was dus de rechterkant. Dat was mijn schuld, teammate, sorry. Wachten. Jammer hè, dat ik jou net nog zag lopen. Let's go, andere kant weer op. Komt er eentje. Remington, oh, dat gaat niet leuk worden, want die hebben Remington in zijn handen. Dan moeten we een beetje afstand gaan nemen, want je weet hoe de Remington is. En ik denk, ah, kut, ik had een orbital kunnen halen. En teammate kijkt de hele verkeerde kant op. Je weet hoe de Remington is, dat ding dat killt gewoon in één kogel, want ik wilde die orbital halen, man, maar kutjes. Dat is een domme dead, man. Die voor je, deze keer had ik jou. Kom maar. Links. Wow, Remington. Ja, dat zei ik. Remington killed in één kogel. Nou ja, hij killed in twee, want hij schoot nog een kogel mis. Maar ja, daar hebben we niet over. Als hij raar schiet, killt hij in één kogel. En het is ook natuurlijk de bedoeling dat je raar schiet met zo'n Remington. Anders heb je er ook niet zo van. Fuck jullie jongens, een beetje die tacticals. En die doctex gaan lopen. Ik weet niet hoe ik die had, maar dankjewel. Ah, nog twee man. Shit, hey, het is druk daar, oh. Ik moet eruit blijven rennen, man. Non-stop. Uit de span. Maar dat gaat niet echt helemaal goed op dit moment. Remington. Pak nou eens op, maat, met de kutding. Zo. Die is klaar met zijn streak. Wauw, jongen. Wat een lul. Hij was al geraakt. Hij dacht, die durft nooit meer te komen, want hij is al bijna dood. En hij dacht van, weet je, fuck it. Ik ga er gewoon op af. Ik overleef deze. Shit. En hij overleef... Nee, vriend. Geef me je Remington. Nu heb ik hem. Poink. Remington. Poink. Oh, kut. Hij heeft een tactical surge liggen. Sowieso. Oké, ik weet waar zijn tactical ligt. Alright, jongens. Nu gaat hij er sowieso aan. Remington, kijk uit. Ja, hij is gekillt. Dan spant hij dus. Dan spant hij hier. Hier in die hoek. Als het goed is. Spant hij hier. Oeh, zijn tactical is dus al weg, joh. My doctech. Ah, kutjes. Hij heeft dus wel een tactical, want... Hij spande net namelijk weer in de discotheek. Of in de Debo heet het, sorry. Terwijl dat dus helemaal niet kan zonder een tactical. Dus hij heeft sowieso een tactical surgeon aanstaan. Maar de grote vraag is dan steeds waar hij hem neerlegt. Want hij gaat wel steeds payback halen namelijk. Oh, kut, in mijn rug komt er even. Daar rende hij weer. Daar was hij weer met zijn
Wacht even hoor. Mag jij naartoe dan? Enemy! Is hij al dood, jongens? Oh, Orbital, let's go! Ik ga best wel hard, maar ik moet harder gaan, jongen. Ik moet echt gewoon die Orbitals kunnen halen. Maar steeds, als ik hem bijna heb, ga ik weer dood. Steeds. Elke keer weer opnieuw, man. Opnieuw, opnieuw, opnieuw en op... Fucking nieuw. Kom maar, kom maar, kom maar. Thanks, maat. Hij luistert naar me, dankjewel. En nee, teammate heeft de swarm aan. Waarom nou, jongens? Waarom? Van elke scorestick die ik kan aan... Daar ligt de tactical dus. Van elke scorestick die ik kan aanzetten, zet je een swarm aan. En je haalt hem door middel van gewoon alleen maar doctex op te pakken. Dat is niet fijn, man, als iemand dat aanzet. Maar nog steeds hebben mensen het gewoon aanstaan. Waarom? Ik weet het niet, want het enige wat je ermee krijgt is een heel team dat race quit. En verder helemaal niks. Dus ik snap de logica er niet van. Maar andere mensen blijkbaar wel, want anders zullen ze hem natuurlijk ook niet aan hebben staan. Dus het is gewoon kut, man. We hebben ook nog eens hondjes erbij staan. Dat is nog... Nou, dat is nog kutter. En de enemies blijven ook gewoon in het potje, man. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als die enemies niet gaan race quit, hebben die fans zo'n harde geluk, jongen. Ik zweer het je. Dan moet ik het denk ik ook maar weer eens een keertje aangezetten, die swarm. Want als ze bij hem niet race quitten, dan moeten ze bij mij ook niet race quitten. Hoop ik. Ze blijven er gewoon in. Wat is dit? Jongens, ik ga ook weer de swarm aanzetten, want ze blijven er gewoon in. Dan kan ik ook een keertje weer een fucking 100 plus of zo halen, man. Want als... Ik schiet gewoon alles mis. Want altijd als ik zo'n swarm inzet, dan is in één keer dat hele team weg. Dat hele enemy team is dan gewoon woep, weg. Later, enemies for fighting. Klaar. Volgende keer beter. Als hij zijn swarm weer roept, dan blijft iedereen erin zitten. Dus die vent heeft echt harde geluk, jongen. Het enige kut aan die swarm is dat je dan kills meer kan oppakken. Omdat die swarm alles kills stealt, maar... Ik doe mijn best. Doctex kan ik nog wel oppakken, gelukkig. Sorry vriend, maar ik zag je. Oké, UAV'tje. Nou, tadaa, ik heb iets gehaald. Applaus voor jezelf. Jammer, snipers. Je vond ik je moet je raak schieten. Kom dan. Dankjewel. Doctex ophalen. Poink. Poink. Oh. Oh, wat ga je doen, vriend? Je hebt een perfecte span. En dan zie je mij over het hoofd. Dat is nou niet zo heel erg slim. Maar nu ga je campen. Hallo. Doei doei. Ik heb een orbital. Eindelijk. En dan haal ik een orbital en is het potje afgelopen. ik heb zo geluk altijd, man. Ik haal weer een keertje een orbital en pom. Potjes afgelopen. Welkom bij het geluk van Jaroski. Dat is echt gewoon perfect. Maar ik heb volgens mij wel een 4-man multikill als killcam. Dus dat is wel epic namelijk. Hoeveel heb ik er? 1. Yo. 2. 3. En had ik die vierde ook nog? Dat weet ik niet. Want ik killde eerst die. En heb ik die vierde ook nog? Oh! Kill hem! 4-man multikill in de final killcam. Woep woep woep. Woep woep woep. Ik zie jullie zo meteen in pokje nummer 2, jongens. Dus tot zo. Alright boys. Welkom bij natuurlijk game nummer 2. Het is de map Jemen, zoals je kan zien. Het is het team deathmatch spotje in Natuurlijk Ground voor 9 tegen 9. En we gaan lekker kijken of wij een mooie score kunnen gaan neerzetten. Ik denk dat ik weer een keertje een submachine erbij pak, want daar heb ik wel een keer zin in. Nu is wel het probleem. Ik dacht, weet je, niemand race quit, dus ik zet mijn loos eraan. En dan krijgen we het team deathmatch. Dus zoveel heb ik er niet aan, want als ik hem hier haal, dan is het potje toch wel weer afgelopen. Maar ik heb weer een keertje zin om een submachine erbij te pakken, want het gaat niet echt goed altijd in Ground War. Maar we zullen vanzelf natuurlijk gaan zien... Of het vandaag wel weer een keertje gaat lukken. Oké, dat is al een mooi dubbelkill. Dat is altijd chill om te halen. En let's go, dat is 3. Let's go, dat is 4. Dan moeten we hier weg. Dat is 5. Oh, dat was alweer 6. Woo! Let's go, man. Ik moet weer vaker met de submachine gun gaan spelen. Want ik was even vergeten dat die dingen zo chill zijn. Ik speel op een of andere manier. Ik weet niet waarom, hoor. Maar op een of andere manier speel ik zoveel met SL Drivals. En waarschijnlijk komt dat de Call of Duty Ghost. Want in Call of Duty Ghost zijn de... Zijn de submachine guns natuurlijk echt gewoon kut. Omdat iedereen loopt te campen. Dus dan heb je ook eigenlijk gewoon een SL driver nodig. Maar daardoor ben ik ook minder met submachine guns gaan spelen op dus Black Ops 2. En zoals je kan zien... Ah, die zag ik over het hoofd, man. Ik zag die vent achter staan. Maar zoals je kan zien gaat het best wel lekker met zo'n submachine gun. Dus ik moet ze weer wat vaker gaan gebruiken. Want SL drivers zijn gemaakt voor de medium tot long range afstanden natuurlijk. En de close quarters, die kan je niet meer killen. Alleen de submachine guns daarentegen... Die kunnen heel... Goed. Oh, en de light machine guns zijn voor noobs. En de submachine guns die kunnen natuurlijk heel goed op die korte afstandjes, man. En op zo'n map bijvoorbeeld, als je eenmaal in die spawn zit en je hebt een submachine gun in je handen met lekker veel ammo, et cetera, kan je zoveel kills oppakken doordat gewoon. Die fucking light machine gun vent, echt waar. Doordat je gewoon van dichtbij zo makkelijk die kills kan oppakken. Met een SL driver is dat echt gewoon moeilijk om soms te doen. En met een SL driver moet je dus ook weer wat langzamer spelen, moet je weer wat meer afstand houden en. Waarom staan die enemies allemaal in onze spawn, man? Die teammates zijn allemaal helemaal links bij het kasteel.
En de enemies staan allemaal eigenlijk in onze spawn. Dus als je goed kijkt, wij horen hier te spawnen bij de poort. Alleen doordat onze teammates door zijn gelopen en met z'n allen op een kluik staan. En de enemies door zijn gelopen met z'n allen op een kluik staan. Klopt er dubbel kill. Oh, dankjewel, denk ik. Uh-oh. Ja, dankjewel vriend, dankjewel. Als was ik daar dood gegaan. Zijn de spawns nu kut? Daar was ik bij. Light machine gun, kutje. Ik heb een UAV, maar die light machine gun die gaat me sowieso weer ergens op staan wachten. Ja, daar komt hij alweer. Kom je. Oh? Ah, dan schiet ik mis, man. Mooie spawnplek, vriend. Ja, dit is... Kijk, dit vind ik dus naai aan Team Deathmatch. Dan sta je in die spawn, dan denk je, hey, er staan dan mensen te campen. Nou, die kan je onmogelijk killen daarom, want als je naartoe loopt, nou, dan krijg je een fucking shock charge, Bowser, Betty, weet ik wat allemaal op je kop. En dan word je genaaid doordat er gewoon letterlijk mensen in je spannen. En dat gebeurde nu ook weer. Ze spannen gewoon letterlijk in me. Twee man. De eerste die had ik gelukkig nog. En die tweede, ja, dat was een verloren zaak, joh. Kijk hem campen dan, jongen. Even serieus, vriend. Ga iets doen terwijl je Call of Duty speelt. Je doet namelijk helemaal niks. Je zit alleen maar in een hoekje stil te wachten dat er iemand in je rug moet lopen. En die vent die doet wel, want dus dankjewel dat jij hem killt. Fokje is alweer op de helft. En oh joh, dat viel bijna van high ground. We hebben nog niet zoveel gedaan. Doordat we die span niet goed inkomen. Ja, ik moet uitkijken voor die campers, man. Want ze zitten met z'n drieën in dat kasteel daar, oh. Met z'n drieën, hè? 1, 2, 3. Ik kan nog tellen, gelukkig. Maar 1, 2, 3. Misschien zelfs 4, ik weet het niet. Kan wel. Dankjewel voor je live machine. Met de target van... Wauw. Oké, dan ga ik ze hier even opwachten. Ze komen namelijk de hele tijd via die zijkant. Dus ik ga ze nu even opwachten. Hoop ik dat ze nog steeds komen. Ze kunnen nu ook zelf denken van... Hey, ik heb geen zin meer om via daar te lopen, maar... ik denk dat ze dat idee nog hebben ook. Oké, dat idee hebben ze. Oké, Nicola. Niet meer eraf duwen. Mogol! Dankjewel. Wat yo, man. Oké, achter de... Nicola! Achter de campers aan. Dankjewel, daar is een UAV. Friendly UAV inbound. En, oké, nice. Let's go. Campers zijn neer. Zo doen wij dat. Campertjes zijn down. Nu kunnen we weer verder lopen. Nu zijn de spawns namelijk helemaal geflipt. Die target find is eigenlijk wel handig, man. Dat ik dat ding heb opgepakt. Alleen die enemy die heeft hem ook nog. Oh, nu zit ik daar te campen. Zijn ene campspot is mislukt. En nu gaat hij... Die vent is echt goed gek. Holy shit. Hij zat net daar te campen. En nu heeft hij een nieuwe campspot gevonden. Dat is in de poort. En nu zit hij hier ook. Kijk maar. Hallo vriend. Doei vriend. Span er nog een keer dan. Slim bezig, jongen. Oh shit, zit er ook een naast me. Wacht even. Kom jij naar me... Nee, die komt niet naar me toe. Fuck. Ik weet ook niet waar hij naartoe is gelopen, maar ik hoorde iemand rechts van me lopen. Lekker bezig, jongens. Ja, nu werkte je campspot niet, hè? Nu was hij in één keer dood, man. Want nu was hij aan het rondlopen. 30 kills te gaan. Kom aan. UAV komt over de map heen. Kom maar, UAV. Kom maar. Ja, nice. Oké, er komt er eentje hier naartoe als het goed is. Yo. Dankjewel. Dan moeten we nu doorlopen naar die campspot van ze, want ze staan weer te campen namelijk. Twee man bovenin. En één man onderin. Maar kijk, dat is zo pussy, hè. Dat durft hij zijn hoofd niet te laten zien. Ik kan niet meer terugkomen. Verwachten. Snel langs de campers. Zitten er hier namelijk ook nog twee. Zitten jullie hier nog? Yo, dat is één. Dan zitten ze hier dus nu. Dat is twee. En dat is drie. Doei, campertjes. Zo doen wij dat. Zo, jongens. Ze houden er wel van, hoor. Om stil te zitten, deze enemies. Let's go. Was een lekker potje. Helaas zaten er redelijk veel mensen te campen. Maar er renden natuurlijk ook nog mensen rond. En we beginnen vooral ons focus natuurlijk op de campers. En kijk, die kill ik hem dan ook. Oh. Er loopt iemand voor je, vriend. Ja? Wat ga je doen? Dat was een headshot. Dat was een headshot. Anyway, we spelen nog één potje. Dus ik zie jullie zo meteen nog wel in potje nummer 3. Alright, boys. Welkom bij natuurlijk game nummer 3. We gaan vandaag... Nou, we gaan nu... Killcrew spelen op de map Meltdown. En ik ga weer mijn submachine gun erbij pakken. Want ja, het vorige potje ging wel lekker. En eindelijk weer een keertje iets anders natuurlijk dan een SL driver. Maar dan moeten we wel of helemaal via het midden lopen. Helemaal ondergrond, zeg maar. Door dat zigzag dingetje heen. Of door de druiproom via de rechterkant. Of helemaal over de linkerkant. Want als wij omhoog lopen en we willen daarna doorrennen naar de enemy span, dan lukt dat niet met de submachine gun. Dus daar moet je natuurlijk wel om denken als je met een andere class speelt. Maar ik loop ten eerste even via de druiproom. Als dat niet werkt, dan pakken we wel weer een andere route. Teams gaan naar rechts, want die hebben een assault rifle. Ik moet naar links, want ik heb een submachine gun. Dankjewel dat je ook zo lekker voordringt, man. Deze is mijn shotgun.
Van iedereen die die kan killen, jongen, komt hij achter mij aan. Van iedereen. Er liepen gewoon 4 teammates daar, oh. En hij pakte mij, die lul. Oh, kut, sorry. Remington. Nee, ik wil die Remington. Die... Kut, sorry. Ik ga even achteraan. Er zit een Remington hier, om wat te wachten. Remingtonnetje, waar ben je? Kut. Timing. Daar kwam de Remington. Zag je hem? Hij kwam meteen achteraan rennen, man. Knife runner, dankjewel voor de gratis skill. Niet naast bespannen, niet naast bespannen, wordt ook boos. Oké, okay, zitten met z'n twee boven, man. Doei, maat. Volgende keer beter. Dit is sowieso die Remington, dit is sowieso die Remington. Ja, dit is die Remington, teammate, kijk uit, vriend. Oké, okay, lekker, jongen, nice. Hij stond dus even mooi op te wachten, maar het is hem gelukkig niet gelukt. Oké, okay, let's go, zijn machine gunntje. Door en door en door en door. En er zit er eentje in mijn rug, die laat ik lopen. Oh. Oh, teammates. Ja, je pakt lekker iedereen, man. Let's go. Oh, shit. Wat een spawn, jongen. Wat een spawn was dat. Holy shit. Dat was één kut spawn, maar ik had hem. Wow, yo, dat had ik eigenlijk dood moeten zijn, hoor. Als die vent raak schoot. Maar ja, dat deed hij niet, dus ik vind het niet erg. Dankjewel dat ik je misschoot. Kan ik niks anders op zeggen. En nu spannen ze weer allemaal achter me, maar ik kan er nu niet meer in, omdat ik nu al ben weggelopen. Dat is mijn eigen schuld. Oké, Orbiton, nice, let's go. Ik heb mijn loos er ook nog steeds aanstaan. Was eigenlijk niet helemaal de bedoeling, maar ja, fuck it. Misschien haal ik hem wel niet, je weet natuurlijk maar nooit. Ah, hij gooit helemaal, kijk hem zitten, kijk hem zitten. Wow, yo, Jan, hoe scheef was je daar? Ik weet het niet, ik was heel scheef. Kijk, kijk op die minimap, kijk. Hij zit er eentje daar op te wachten, zie je dat? Er komt de care packs. Oh ja, nu gaat hij lopen. Ja, nu. Ah, perfecte timing daar op die vent. Let's go, man. Kut. Ik leef nog. Ik leef nog steeds. Niet voor lang meer. Ik leef nog wel. Holy shit. Ik weet niet hoe ik dit doe, maar ik vind het goed. Ik leef nog steeds. What the fuck? Nog steeds. Oh, dan komt de Dragonfire aan. En ik heb alweer... Oh, die Dragonfire is van hun, ja, natuurlijk. Wacht even. Zo, nu niet meer. Oh, de shit, ouwe. Ik heb gewoon weer nog een Lowstar. Ik heb gewoon fucking nog een Lowstar. Zullen we voor de nuclear gaan? Ik laat mijn Lowstar dan even zitten en dan probeer ik wel voor de nuclear te gaan. Maar dat is veel vetter. Ik ben ook level up, nice. Kijk, kijk, nu pak ik dus deze route. Kijk maar. Dit is dus de alternatieve route voor als je door het midden wil. 20 gunstreak, let's go. Gratis kill. Ah, dit gaat lekker. Nieuwe UAV erbij. Ik heb al 2 Lowstars gehaald. Ik heb er nog geen 1 ingeroepen, want ik ga voor die nuclear, man. Niet headclishen, dank je. Hij headclishen wel, maar hij schoot niet. Dus dat is ook goed. Kutzooi! Ah, de nuclear ging niet door. Er kwam een light machine gun vent aan. Maakt niet uit. No worries. Maakt me niet heel veel uit, namelijk. We hebben een mooie streak neergezet. Daar gaat het natuurlijk ook om. En nu kan ik mijn Lowstar even inroepen. Zo. Kijk eens aan, zo kan die natuurlijk ook. Oké, jongens, als jullie eigen schuld hadden, jullie me maar niet moeten killen, want nu krijg je Lowstar op je kop. Triple killetje, single killetje. Span nog steeds daar, joh, what the fuck. Oké. Oh, nu spannen ze hier. Poink! En, ja, niet mij killen. Poink, jammer, jongens. Niet mij proberen te killen, kan ik beter zeggen. Die staat AFK. Oh, tegen Dakka, serieus. Huh? Ah, door het raam, door het raampje. Oh! Kutcamper! 3, 2, 1. Woep! Doe het alsjeblieft door de deur. Oh nee, ik ken hem niet. Door de deur. Ja, nee, killsteal, man. Ah, kut teammate. Ik wou hem die fucking camper killen. Het is natuurlijk logisch dat ze aan het campen zijn. Dus ik mag ze ook niet kwalijk nemen als ze aan het campen zijn. Maar ik vind het gewoon grappig. Dan zitten ze te kijken van... Ah, Lowstar, snel in het huisje gaan zitten. Dan zitten ze eindelijk in het huisje en dan kom je aanvliegen met die kogel. Woep! Zo door die deur ingang en dan zijn ze alsnog dood. Maar je ziet het, ze blijven allemaal in het potje zitten. Dus het is ideaal, man. Dan kan ik echt gewoon denk ik wel een 100 plus proberen te halen. Want ik heb nu 42. Dat is nog een kill confirm potje. Dus moet je nagaan als wij domination krijgen. Dan kan je echt gewoon 100 plus halen. Want iedereen blijft in het potje. Ook als ik een hoge streak. Als ik dan gewoon een hoge streak haal, nog een hoge streak haal. Dan kan ik makkelijk denk ik wel een 100 plus halen.
Moet ik wel geluk hebben natuurlijk. Oh, Doctex voor mij. Moet ik natuurlijk wel geluk hebben dat ik mijn streaks ook wel kan halen. Want het kan ook zo zijn dat je in een kutteam zit en ik alleen maar doodgaat. Dan was Remington weer. Maar ja, dat is natuurlijk. Dat is gewoon even geluk hebben. Want dat kunnen we dan wel proberen in de volgende aflevering. Let's go. Oh. Oh, jammer man. Jammer. Jammer, ik had niet verwacht dat hij daar aan zou komen. Spannen wel weer naast, maar dus kom jij maar even in mijn rug met lopen. Oh, teammate heeft hem al. Allee, teammate, zo kan het ook met een C4'tje erbij. Ik gebruik de laatste tijd geen C4 meer, want ik vind het een beetje... Ja, het is wat chill en alles, maar het is een beetje... het is een beetje overpowered natuurlijk. Dus ik gebruik gewoon lekker hardline erbij, twee attachments in plaats van één attachment. En dan kan je ook gewoon je streaks halen zonder de C4 erbij te gebruiken. Maar, hier is de aflevering natuurlijk alweer op. 44-4 is mijn eindscore, 20 Doctex opgepakt. Ongeveer een 20-21 gunstig neergezet. We beginnen voor de nuclear, alleen ik kwam mijn Lime Machine Gun het weer verneuken. Misschien was deze vent wel die in de killcam wordt gekild, maar dat weet ik niet. Dan voor kijken. Vergeet natuurlijk niet te liken voor meer vorige afleveringen. Die staan nog in de beschrijving als je wilt nachecken. En nog even snel naar mijn stats kijken op dit moment. Want ik ben best wel benieuwd namelijk. Sowieso mijn kill deaths omhoog, want we hebben lekkere potjes neergezet. En we zijn level 51, dus we zijn nog steeds onderweg aan het gaan naar de 55. Even snel kijken hoor. Combat record. 20 uur, 16 minuten en 18 seconden planktijd. 8833 kills, 4,34 kill dead ratio, hij is eentje omhoog gegaan. En hij is 670 score per minute, is ook eentje omhoog gegaan. Bedankt voor het kijken mensen, vergeet niet te liken voor meer. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.